Hoi, ik ben Sjane van de Vreugelgarage en ik kom met deel 4 van Lady Vagabond. Deel 3 is een beetje uit de hand gelopen. Het is een film geworden van, of een video geworden van anderhalf uur. Dat komt door alle. Je hebt het gezien. En ik hoop dat ik deze keer binnen een uur kan blijven. Oké, we hebben een nieuw blad. Blad 3 noem ik het maar. En daarvoor hebben we nodig. 3 A4'tjes en daar maken wij stroken van 20,4. Dat is bij mij zo. En het kan zijn dat het bij jou 20,5 is. Maar dat is dus deze lengte. Dus ik heb dit van mij gemeten en dat is niet 20,5. Het had normaal 20,5 moeten zijn, maar bij mij is het maar 20,4. En dus meet even op hoeveel je moet hebben. 20,4 of 20,5. Misschien heb je zelfs 20,3. En daar doe je 3 vellen A4. Dan heb je een lengte, denk ik, van dus A4. Dat is een lengte van 29,6 ongeveer. Dus, en we moeten tot 35 gaan. En vandaar dat we hem een stukje gaan verlengen. Dus ik heb ik heb één blad van de A4, dus 20,4 gemaakt. En ik heb het derde blad 20,4 en heb ik maar 10 centimeter van gebruikt. Dan heb ik het namelijk voor de 2 stroken. Oké, hier staat een rilvouw op 1, 9,5, 18, 26 en 23. 23 is dus eigenlijk snijden. Maar voordat we dat gaan doen, zullen we eerst deze 2 stukken aan elkaar moeten plakken. Nou, snel. Rilapparaat even aan de kant. Deze even aan de kant. En dan gaan we eerst dit op dat plakken. Oké. Ik doe dat met dubbelzijdig tape. Als je dat met lijm doet, ja, prima. Is ook goed. Oké, want ik gebruik namelijk NN, zoals jullie weten, mijn lijm, voor het eventueel nog moeten schuiven, en dan gaat hij erop. Oké. De mijne is pas precies, mocht het zijn dat je een verschil hebt tussen 2 bladen qua breedte, dan, dan moet je even een stukje afhalen, want nu kan het dan nog. Oké, dan gaan we rillen. Ik hou dit briefje bij je. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik denk het wel. Ik doe het vaker zo. Ik ga eerst rillen op 1 centimeter. En dan ril ik inderdaad vanaf de A4 kant, of op de A4 kant. Dus dat met dat aangeplakte stukje, dat wordt het laatste stukje. Dus dit wordt 1. Okay, 1. Dan moet ik hem bij mij omdraaien. Dan 9,5. Echt zo ideaal, zo'n rilapparaat. 26,5. En dan met 35 snijd ik hem af. Zo. En dat was het. Dus ik heb daarvoor zeg maar 2 van de derde vel A4, zeg maar, heb ik 2 stukjes van 10 afgesneden. Waar is mijn... En dan... Dit is, zo zie je het al, dit is straks de plakstrook. Dan hou ik een harmonica.
En dan heb ik dit. Dit wordt mijn plakstrook, dus daar kan ik vast tape op plakken. En van, van het reststukje, van die 20,4, daar kun je, zeg maar, je hebt straks 6 strookjes nodig van 20,4 of 20,5 of 20,3. Maar in ieder geval maar 1,5 centimeter. Die heb je sowieso heb je ook nodig, 6 keer. Dus daar kun je die strookjes voor gebruiken. Oké, dan pakken we ons basisblad. Zorg ervoor dat je openingen aan de zijkanten zijn. Dit is op de kop. Ja, dus vandaar die streep. Ik heb hier een streep precies in het midden neergezet. En want je moet hier 2 van maken. Ik heb er ook 2. Daar gaan we tegenaan werken. Oké, nou ik draai het altijd naar me toe. Want dan kan ik het beter zien. Ik moet het al sowieso op afstand doen. Het open gedeelte is naar buiten toe. Altijd. Dus die kant en dan de open zijde naar die kant als je hem daarop legt. Oké. Hier heb ik zeker mijn tape nodig of mijn lijm nodig. Want hier kan het zijn dat ik moet gaan schuiven. Het op afstand plakken, dat is echt. Het went niet. Ik moet hem wel zo doen, anders zie ik die lijn niet. Daarvoor staat hij te ver. Je zet hem dus tegen die lijn aan. Niet eroverheen, maar gewoon er tegenaan. En je lijnt hem uit, boven en onder, dat je recht zit. Oké. De opening is naar die kant. De tweede. En dan doe je hetzelfde. De tweede is natuurlijk hetzelfde als het eerste. De opening naar deze kant. Dus deze lijm je zo. Dit is even handen- en voetenwerk. In principe kunnen we er gewoon tegenaan schuiven. En dan uitlijnen. Nou, als je eerst al eerder scheef geplakt hebt, dan gaat die tweede natuurlijk ook scheef. Dan probeer het inderdaad zo recht mogelijk te doen. Oké, dan heb ik dus. Ga lintjes plakken. Laten we dat gaan doen. Ik pak hier het midden. Even kijken waar mijn materiaal is en mijn potlood. Je pakt hier het midden. Nou, dat is bij mij 20,4. Van, of tenminste van 20,4. Ja, het komt niet zo heel erg nauw hoor. 10,2. Laten we zo doen. 10,2. We pakken een dubbelzaagtape. Op die hoogte. Dit is echt de handigste manier om je lintjes vast te maken. Dat ze ook recht zijn. Ik doe het altijd zo. Ooit een keer geleerd, nooit meer afgeleerd. Zeg maar. Wat zit ik nou te doen? Oh, vanaf de andere. Dus dit is de andere kant. Ja, voordat je het weet, heb je hem op het verkeerde. Ik kan me voorstellen dat jullie het ook niet altijd goed zien in het zwart.
soms zelfs ik zie het af en toe niet eens meer. Oké, dan krijgen we deze kant. Nou, dan kunnen we wel een beetje mikken op dat andere lintje natuurlijk. Geen liniaal voor nodig. Oké. Kort is. Ik heb hier optimaal gebruik gemaakt. Dus not. Oké. Nou, dat is mijn lintje. Twee kanten lintjes. Nou is het zo dat ik hem wil sluiten met een swingtag. Ik heb kant-en-klare swingtags. Je kunt ze ook maken door een strookje van karton te doen en dat zeg maar daarvan een schuif te maken. En anders zijn er denk ik wel genoeg filmpjes te vinden waarin een swingtag gemaakt wordt. Maar wat ik niet mooi vind is dat een swingtag recht overeind staat, omdat het papier zo dik is dat het zo staat. En dat zie je af en toe en dan denk ik van oké. Dus wat heb ik gemaakt? Ik heb van die 20,4 x 1,5 centimeter, 6 maal, heb ik er 3 op elkaar geplakt. En die ga ik hier in de hoek plakken. Tenminste op het randje. En dan doe ik daar het designpapier op waarop die swingtag draait. Nou, in eerste instantie is het zo dat je deze 3, ik zal het even voordoen, die 3 plak je op elkaar. Oeps, een stukje naar voren. En het liefst met sneldrogende lijm. Kijk, en dat is het voordeel van sneldrogende lijm. Dan kun je gewoon door. Maar deze is wel... Hier ben ik niet tevreden over. Dus als jullie mij vragen welke lijm het is. Het is Glitter Art lijm. Maar Glitter Art lijm is op basis van water. En dus in de winter bevriest het. En in de zomer droogt het veel te snel. Of als het warm is. En in de vreubelgarage is het een temperatuur verschillend uiteraard. En dus ja, ik heb vaak dat hij verstopt is omdat hij te snel droogt. Of dat ik, als ik vergeet dit in te doen, is hij ook heel snel droog. Dus het is ontzettend fijne lijm. Moeilijk aan te komen. Amerikanen gebruiken het heel veel. Je ziet al die designers die gebruiken deze lijm. Tenminste, ik als zijnde onafhankelijke, we zijn niet gebonden aan winkels, zeg van, er is ook andere alternatief. Waar het om gaat is dat je lijm neemt wat niet vlekt en wat goed stevig gelijmd en wat snel lijmt. Nou, als je daar wat merken over wil hebben, dan hoor ik dat wel. En deze is ook sterk genoeg om die straks die swingtag te houden. Dus deze ga ik inlijmen. Vooral de hoekjes neem ik. Weet je, en als je met deze knoeit, dan is dat niet zo erg op dat zwarte papier. Want dat droogt toch... ik moet wel zeggen, het glimt altijd wel een beetje. Maar in principe is het kleurloos. Oké, die gaat op die hoek. Als het goed is, moet die net zo lang zijn als je papier. En dan heb je hier toch een heel klein randje zwart over. Kijk, door die lijm kan ik nog een beetje in de weer drukken. Oké. Hetzelfde. Ik heb hier ook een stapeltje van 1,5 centimeter gemaakt. Die ga ik in de andere hoek doen. Ik ben even aan het kijken, want volgens mij komt de postbode er aan voordat ik die bel drukt. Wil ik de camera uitzetten uiteraard.
Oeps. Oké. Dat is het nadeel van de manier waarop ik film. Ik denk dat ik een of andere cursus moet gaan volgen of zo om te filmen. En, want bij mij, ik doe niks overnieuw. Dus alles is bij mij gewoon zoals het is. En hoe, zoals dat, als het gebeurd is. Als het fout gaat, dan merken jullie dat. Horen jullie dat. Oké. Wat ik nodig heb is 2 pennen. 2 splitpennen. En 2 van die draaidingen. En uiteraard 1,5 centimeter designpapier. Dus daar ga ik even op zoek naar. Oké, het voordeel is dat je dezelfde paperpad gebruikt. Dat alles, alle kleuren matchen bij elkaar. En dus ik kan gewoon een restje pakken. En als je dat niet hebt, dan zou ik eerst hier het designpapier opdoen. En dan kun je dat matchen met dat. Maar daar heb ik dus geen last van. Nou, op deze heb ik hem al vastgezet. Hoe heb ik dit gedaan? Het is het makkelijkste als je ze alle 2 naast elkaar zet. Want dan weet je ook waar die zit bij aan de andere kant. Laat ik eens in het midden ongeveer doe ik een puntje zetten. Daar ga ik met een prikker doorheen. Ik pak mijn swingtack. En daar heb ik dan een split pen in. En die ga ik proberen er doorheen te doen. Als jullie zien, bij de ene gaat het beter dan bij de ander. Oké, dan ga ik dit openmaken. Als je splitpennen koopt en je gaat er albums mee maken, dan adviseer ik om, om splitpennen te nemen met wat langere poten. En, want vaak is het zo dat je hem inderdaad gebruikt om dit soort dingen tegen te houden. En als je dan korte neemt, dat is ongeveer de helft van wat nu is. En dat zijn vooral de hele goedkope. En die zijn te kort. En dan heb je de kans dat hij eruit floept. En dat wil je niet. En vooral in dit geval, want dan plakken we hem uiteraard niet vast, want anders kan ik dit niet draaien. Adviseer ik langere poten. Oké, dan gaan we ze opplakken. Okay. Gaan we er ook even beinkten. En dan gaan we ze vastplakken. Je pakt lijm. Als je geen schone sterke lijm hebt, dan zou ik tacky glue nemen. Tacky glue, ja, dit is toevallig van Eileen's. Die is gewoon wat steviger, omdat je hier toch aan gaat draaien. Kijk, hij is eigenlijk al bijna weer droog. Je lijmt niet op de tag. Of op de swingtag. Of op de splitpen. Uiteraard. Ik weet niet of dit goed gaat hier. Dit moet natuurlijk wel dicht. Dus kun je, ja, ik kan een beetje met mijn vinger dat een beetje verspreiden. Okay, dan draai ik naar je toe. Even goed kijken. Zwart op zwart is moeilijk te zien. I know. Maar omdat ik maar 1 album maak, ik moet ze dan ook verkopen en ja, dan willen mensen toch een zwart album. Kijk, dan blijft zitten. Kijk, en nu valt het dan nog wel mee dat hij niet zo staat, omdat we er 3 stukjes papier onder gedaan hebben. Straks zal die ietsjes omhoog staan, omdat je natuurlijk ook niet designpapier overal op doet.
En dan zal de ervaring ons leren of dat die niet overeenstemt. Maar in ieder geval, het scheelt wel een stukje dat die 3 stukjes papier hoger is. Toch? Die aan de andere kant. Oké. En dan kan deze ook dicht. Oké, dit staat nog iets omhoog. Dus dan zou ik persoonlijk ga hier dit magnetisch nog dicht naar beneden houden. Heb jij daar geen last van? En vind jij dat prima zo? Mag het ook gewoon zo. Want je zult straks merken van als het boek dicht gaat en alles komt tegen elkaar, dat het toch wel blijft zitten. Oké, we gaan het designpapier zoeken. Oh, ik heb mijn is beplakt met designpapier. En als je deze open doet, dan heb ik hier gewoon. De meeste heb ik er kracht voor gebruikt, omdat ik het zonde vind. En vaak komen er toch foto's overheen. Om zeg maar om daar designpapier voor te gebruiken. Als die kant op. Deze kant op. Kracht. En zeg maar op het gedeelte wat je dan ziet. Daar heb ik dan wel designpapier op gedaan. Want als je hem namelijk openmaakt, zie je dit. Oké. Dus dit gaat nog meer geven hoor. Het is allemaal nog in de stijl van de lijm. En dus dat is deze pagina. Oké, en hij zit natuurlijk al gelijk op de basis. Dus dat betekent, we kunnen hem omdraaien. En dan gaan we hier wat doen. Daar ga ik maar eigenlijk even dingen voor klaarzetten. Nou, deze kant wil ik vrij simpel houden. Maar toch wel met flapjes werken. Om zeg maar ook meer van het papier te laten zien. Gewoon nog even tussendoor. En daarvoor heb ik nodig basispapier 15,5 bij 14,5 en een rail van 1 cm voor het ophangen en 11 bij 10 cm met een rail van 1 cm om zeg maar ook hem op te hangen. Oké, laten we beginnen bij die 15,5 bij 14,5. Dan heb ik deze. Dus ik heb hier een rail gedaan zodat dit stuk wordt nou dan 14,5 bij 14,5. Oké. Die gaan we slaan. Even kijken, waar is mijn vouwpen? Okay. Wat ik altijd wel doe, of tenminste wat ik probeer te onthouden om dat te doen, is ik wil hier de hoekjes van afhalen. Dit is een hoekpons, noemen ze dat. Oeps. En dat hij heet, we smijten het van alles. Oké. Altijd even checken of dat je nog steeds aan de zijkant de opening hebt. En of dat je hem recht hebt. Of de goede kant op. Ik draai hem even om, want ik wil hem van boven naar beneden. En dan ongeveer in het midden. Lijm erbij. Zo. Okay. Dan heb ik dat stukje van 11 bij 10 centimeter. Als ik de plakrand omvouw, dan heb ik 10 bij 10 hou ik over. Dat zijn allemaal mooie maten voor foto's. Want uiteraard is tenminste de opzet van het maken van dit soort albums, tenminste voor mij, is het maken van fotoalbums. Maar dan moet je natuurlijk wel plek vrij laten. Maar ik doe hem aan de linkerkant. Staat je vrij om aan de rechterkant te doen of aan de onderkant? Maakt allemaal niet zoveel uit. Die plakstrook gaat eraf.
Ik draai hem even naar je mee toe. Oh, was hier even vergeten de hoekjes ervan af te halen. Dat zijn allemaal dingen die vergeet je snel. En ook, ja, weet je, daarna wordt het gewoon lastiger om het te doen. En als je eenmaal designpapier erop hebt zitten, dan gaat het dus helemaal niet meer. Oké. Okay. Nou wil ik hier ook lintjes aan. Dus ik pak mijn, oh nee, mijn centimeter. Ga kijken waar ongeveer. Van 10. Dus niet helemaal tegen de rand aanplakken. Lintje al geknipt. Die op. Het voordeel is van inderdaad van die lintjes, dat als mensen in je album gaan kijken en die gaan over aan lopen trekken, dan word je echt niet vrolijk van. Want men weet dat daar ergens een opening is en ja, probeert dat dan zelf te ontdekken. En ik merk het natuurlijk ook als wij op beurzen staan met de albums. Dan zijn de meeste mensen natuurlijk wel heel voorzichtig, maar. Maar toch, het blijft natuurlijk wel kwetsbaar omdat het gewoon papier is. En men vergist zich eigenlijk vaak in hoeveel papier in zo'n album zit. Daarom zeg ik werk nu met 3 paperpads. Daar is nu niks. Moeite om het beginnetje te vinden. Waar is, waar zit hij? Hij kan een bril op en dan zie ik nog niet, hè? Maar ja, nog de pret niet drukken, hè? Oeps. Moet je een beetje met beleid. Oké, dan heb ik dit hier zo en zo. Maar nou wil ik uiteraard 2 magneetjes hier, omdat ik vind dit, dat dat los hangt, dat vind ik, dat wisten jullie al. Die komt hier. En de volgende aan de andere kant. Heb ik al die magneetjes, heb ik verdeeld over mijn taal of mijn bureau. Maar volgens mij ben ik er nou. Oh nee. Ik dacht dat ik er 1 kwijt was. Laat deze erop vallen. Hier. Deze daar erop vallen. En dan heb ik 2 kleine stukjes nodig. Gewoon volhouden met deze schaar, hè, die magnetisch is. Plakken zul je. Die haal ik eraf. Dan plak ik zo erop. Kijk, af en toe een simpel blad. Dat mag ook wel. Want ik was nog wat van plan, maar dat. Om iets eroverheen te doen, maar dat komt later. Blijf wat verrassingjes houden. Moet ook niet voorspelbaar zijn. Okay. Naar de overkant gebracht. Zo. Scheelt niet veel. Als je denkt. Nee, dat komt goed. Ik zal hem ietsjes naar beneden schuiven. Nee. Dat komt wel goed. Oké, dan hebben we dit.
designpapier erop zoeken voor alle plekken. En dan ben ik zo weer terug. Oké, even een simpele pagina tussendoor. Zo. Ik heb hier ook kraft gedaan. Besparing van papier. En dan hebben we beide kanten af. Dus dat betekent dat deze er ook in kan. Dus ik pak even deze map. En goed kijken waar hoe die zit. Dit was die kant op. Oké. We gaan van de tweede flap van de hinge de dubbelzijde tape afhalen. Ik ga hem eventjes inlijmen. Lekker een normaal woord, Nederlands woord, inlijmen. Ah ja. Dat maakt niks uit als jullie maar weten wat ik bedoel. De oplijmen is het. Ik weet het niet eens. Oké, en dan gaat hij er overheen. Dat jullie het kunnen zien, dat ik niet te veel naar me toe schuif. En dan gaat hij alleen om het eerste flapje heen. Je slaat hem voor de zekerheid even dubbel. En als die goed zit, hier ook, een klein beetje naar beneden. Als die recht is, geen andere. Oké, dat is onze tweede flap. Nog twee te gaan. Tenminste, nog twee van deze. Het wordt toch nog een dik pakket. Dus ik hoop dat die sluiting goed is. Nou, deze gaat aan de kant weer. Dan kan die goed drogen. Nou, ik heb nog nooit gehad dat het blad eruit viel. Dus ik hoop dat het ook nu zo is. Kijk, hij staat nu, deze staat een beetje omhoog. Zie je dat? Ah, ik zie het. Kan erger. Ik heb erger gezien. Dus ja, zou je misschien de volgende keer 4 of 5 lijntjes tussen kunnen doen. Dat weet ik niet. Of dat mooi is. Oké, die gaat terug. We gaan naar het volgende blad. Ik geef hier even aan dat daar de uitgangen zijn en dan ga ik even het voorbereiden. Oké, het volgende blad. Ik heb het A4'tje heb ik op maat gemaakt. Ik denk dat het weer 20,4 is, 20,5. 20,4. En ik ga daar een flap aanmaken van 1 centimeter. Dus ik ga een vouwen rillen op 1 centimeter. En daarna ga ik hem nog een keer rillen op 1,5 centimeter. Dat is namelijk voor een opstaande rand. Okay. Deze heb ik zo nog nodig. Ga ik hem eerst vouwen. 1 gedeelte. Dat is die 1 centimeter. En dan krijg ik een klein stukje. En dat is dan mijn. Dit is mijn 1. En dat is de halve. Kijk, ik krijg een opstaande rand. Ik pak even mijn voorblad, of mijn basisblad. Ik vouw dit even naar binnen toe, want dan kan ik precies zien tot hoe ver ik hem naar beneden wil hebben. En ik wil in principe wil ik hem zo ver mogelijk naar beneden. En misschien een paar millimeter
daarvoor wil ik dan stoppen. Zullen we afspreken 0,5 centimeter, dus 5 millimeter. Daarvoor ga je ongeveer stoppen. Hier doe ik een streepje. En dan hoop ik dat ik het streepje kan zien. Het licht werkt niet mee. Ik heb een daglichtlamp. Zie ik niet alles. Kijk, een half centimeter ben ik gestopt. Ik wil hieronder weer van die afgeronde dingen. Dat wil ik niet, want ik ga hier een pocket van maken. Maakt niet uit. Ik doe hier de doorzagen tape op. Zo. Nou, ik hoef het blad niet om te draaien, want het maakt niet uit. Lijm. Nou, vouw ik hem zo dat hij die halve millimeter naar binnen staat. Nou moet ik hem dus precies op die rand plakken. Nou, dat was stap 1. Kijk, en als je dan terugdrukt, dan zie je dat hier, dat ik wat meer ruimte heb hieronder om wat te doen. Oké, maar wat? Nou, voor de volgende pagina hebben we nodig een stukje basispapier, 16,5 bij 18 centimeter. Die rullen we op 1 en 1,5 op 3 zijdes. Dit is 18, dus 18 heb je zo voor je en dan ga je aan de rechterkant een ril maken van eerst 1. En dan 1,5. Dan draai je hem een kwartslag om en daar doe je weer. En 1,5. Daarna ga je naar de andere kant. 1 en 1,5. Dan heb je dit. We gaan het nog niet vouwen. Want er moet eerst in het midden een stuk uit. En we gaan 1,5 centimeter van de kant een stuk eruit halen. Ik adviseer dat om op de achterkant te doen. En vooral op zwart papier. Als je daar met potlood op gaat en je gaat dan gummen, dan gaat het stukje vaak glimmen. En dat is niet de bedoeling. En de achterkant zie je toch niet. Dus, op 1,5 centimeter een streepje, hier 1,5 centimeter. Een streepje. In principe, een heel handig ding voor, een T-ruler noemen ze dat. En dan die is in principe is die recht en dan kan je hier een streepje trekken. Oké. Nou, hier doe je hetzelfde. Kan ook op deze lijn, maakt niet zoveel uit. 1,5 centimeter.
nu 1,5 centimeter. En op die recht is, pak ik deze bij. En dan komt die. Oeh, een beetje heel erg scheef. Even kijken of dit 1,5 is. Nee, dus. Nou, gelukkig heb ik mijn T-ruler. Die zei al dat hij wat scheef was. Even kijken maar. Yep. En hier ook. Het moet in principe een rechte lijn zijn. Dus 1,5 centimeter. En hier. 1,5 centimeter. Nou hier, die 1,5 centimeter, dat is vanaf die, dan moet ik deze natuurlijk ook meenemen. Dat is vanaf de eerste rillijn, hè, naar binnen toe, want dit vierkante vlak die hier ontstaat, die gaan we uitsnijden. Hier 1,5. Ik zou het hiermee doen. Oké, en dan gaan we dit stuk uitsnijden. Dit is de mooie kant, de schuifkant. Oké, je kunt het doen met een, ik doe het met een mesje. Ja, mijn mesje ligt hier. Ja, mesje. Mes. En dan snijden we deze uit. En de laatste lijn is deze. Okay. Als het goed is, heb je nu. Oeh, ik heb deze een beetje doorgescheurd. Maakt niet uit. Komt toch designpapier al fijn. Een beetje uitgeschoten hier. 1,5 centimeter. Oké, en dan gaan we die rillijnen gaan we omvouwen. Op die kant ook. Dan krijg je een soort venster. Dat is de bedoeling. Ja. Dit hoekje hier. Die knippen we door. Die knip je door bij de tweede lijn. Of bij de. Nou, het kan ook de eerste zijn. Dus die ga je doorknippen. Tot hier. Deze ook.
zetten. Ik zet hem helemaal. Dus dan valt hij hierin. Maar dan klopt er iets niet. Zo. Deze dan moet zo. Nee, we knippen hem er helemaal uit. Ik was hem even kwijt. We hebben hem er helemaal uit. Oké. Wat je kunt doen, is eventueel hier een beetje lijm op doen. Oeps. Dat het echt een. Dat het echt rond gaat. En je moet hem even vasthouden. Daarom ben ik zo dol op dubbelzijdige tape. Plakt het gelijk. Nou, nog een klodder. En anders gaat er echt dubbelzijdig tape omheen. Dan zit ik hier morgen nog. Dit vast te houden. Dan hebben we de dubbelzijdig tape. Dan heb ik dit in ieder geval. Scherp. Oké. Dat gaat hem niet worden. Tenminste, mij duurt het dan te lang. En ik ga er toch dubbelzijdig tape op plakken. Kijk, hier dubbelzijdig tape op. Verkeerde tool. Dan doe ik aan de zijkant een klein stukje open. Die kant ook. Ben ik nog in beeld? En dan plak ik deze hierop. En dan gaat die weer even dicht. Nu heb je eigenlijk zo'n lijstje gemaakt. Oké. Dit is Mika, noemen ze dit. Mika is een, wat staat? Een stuk plastic. Dus, maar in principe zou je alle stukken plastic, als je gewoon van een mapje een stukje plastic is, ook prima. En die wil ik hier voor het venster doen, zodat je een soort ruit krijgt. Dus dat betekent dat ik dit vast moet lijmen. En hier, als je dit vast gaat lijmen, dan is het natuurlijk helemaal van belang dat die droog, of dat die blanco, zeg maar, opdroogt. Dus ik hier daarom vond ik die inkeping niet zo erg. Even kijken. Nu tussen. Oeps, je ziet al dat het overal gaat zitten, die lijn. Okay. Dan heb je een soort venster.
Gewoon even de ruimte schoonmaken. Oké. Dan pakken we een stuk van 15 bij 15. Is dit. Dat is dan ook precies. Dus het kan zijn dat het 14,9 bij 14,9 moet zijn. Maar dat zullen we zien. Okay, het is een stuk geworden van 15 bij 15. Ik heb nu overal dubbelzijdig tape gedaan. Als je met lijm werkt, dan werk je in principe hetzelfde. En ik zou voorstellen om één kant eens open te maken. Nou, is plakken plakken, dus ik ga sowieso hier lijm voor gebruiken. En dan ga ik eerst van die 15 bij 15 ga ik eerst deze kant plakken. Iets aandrukken. Okay. Dan de andere kant. Geef je die lijn voor als ik het toch niet goed is en ik moet het losmaken. En dan de onderzijde. Die was natuurlijk al half. Nou, die schijnt geen ruimte om de lijm tussen te stoppen. Dus die moet ik de onderzijde te schuiven. Oh, zit. Nee, was even buiten beeld. Oké, kijk. Hier hebben we een lijstje gemaakt. En in dat lijstje kun je een foto doen. Ik heb nou deze. Oké. We pakken onze basis. En daar hadden we die flap aan de voorkant. En ik heb hier dat designpapier al voor gesneden. En dan komt deze hier bovenop. Ik heb hier de randen weer zeg maar, rond gemaakt. Ik ga nu smoetsen. En we zijn er nog niet. Oké, deze gaat erop. Oké, nou komt deze hier ook op. Maar nu wil ik dus eigenlijk dat dit ook een pocket wordt. Dubbelzijdig plakband. Zou ik het mee kunnen doen. Maar dan gaat de tag plakken. Dat is op zich niet zo erg natuurlijk. Hoe ik het ga doen. Als je met dubbelzijdig plakband werkt. Dan ga ik hier een randje maken. Ik vind dit is een beetje recht knippen. En ik maak deze even los.
Maar omdat ik weet dat als ik er een tag in doe, dat ik elke keer tegen dat die plakband aanstoot. En waardoor mijn tag blijft plakken, ga ik voor of achter de dubbelzijdig tape ga ik een lijntje trekken van lijm. Ah, ik neem dit ook maar gelijk mee. Dus ervoor. Want dan plakt hij niet aan mijn dubbelzijdig tape. Maar heb ik wel de stevigheid van een dubbelzijdig tape. En dat vind ik ook wel belangrijk eigenlijk. Omdraaien. Hoe noem je dat? Positioneren. Nou moet hier natuurlijk nog een randje. En dat randje, dat zijn strookjes van 1 centimeter. Dus daar gaan we weer. Oké, heb ik mijn designpapier gedaan. Ik heb een stans gebruikt om hier die tag te maken aan de achterkant. Dus dan weet je in ieder geval dat daar iets zit nog. En dan deze is natuurlijk weer anders. Die kun je, ik zeg gewoon, ik draai hem om. Toevallig heeft dit 2 kwaadjes. Je kunt hem inderdaad ook vervangen door een foto. Oké, nou volgens mij zit ik over een uur heen. Dus er komt in ieder geval een deel 5, maar die hadden ze sowieso gekomen. Maar we kunnen deze in ieder geval nog niet afmaken. Oké, zie je in deel 5. Doei doei!